zijn in Ston. Ston ligt aan het begin van het schiereiland Peljesak. Het is een klein plaatsje. Er is hier een zoutmijn aan de overkant, maar dat stelde niet zo bar veel voor. Althans, wij konden het daar niet vinden. Het plaatsje Ston ziet er wel leuk uit. Dat wordt ommuurd en daar kan je ook een wandeling op maken. Dat gaan we zo meteen eens even doen. Dus het straatje van Ston. Hier aan de overkant van het kasteel, van het fort, dat is de ingang van de zoutfabriek, zoals ze het zelf noemen. Daarachter de zoutpannen. We hebben het idee dat de boel niet meer gebruikt wordt. Als je ook zo naar dat spoortje kijkt wat hier overheen loopt, dan kan natuurlijk helemaal geen karretje meer op rijden, want kukelt onmiddellijk in de zoutpan. Maar goed, het zal ooit wel gebruikt zijn. Ik heb gelezen dat ze in 2020 nog een postzegel hebben uitgegeven samen met de Poolse posterijen. En dat, daar staat deze zoutpannenboel op. Nou, verder roept men voortdurend dat het seizoen moet beginnen. Nou, je ziet het. De eerste twee caravans rukken op. Klein wandelingetje over het fort. En het verhaal is dat dit is gebouwd door mensen uit Dubrovnik. Die hadden verzonnen, als we hier nou een grote muur neerzetten, dan kan niemand het schiereiland meer op en dan is het schiereiland van ons. Nou, die muur, die zie je hier achter, die loopt ook daar nog zo die berg op. En aan de andere kant ook. En dan helemaal bovenop, maar dat kan je waarschijnlijk op de camera niet zien. Daar ligt ook nog een burcht en daar wappert ook nog een vlag. Eigenlijk is dit een splitsing van de muur. Maar Ston heeft ook nog een Mali-Ston. Ik denk dat dat nieuw Ston is, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker nu. En je kan ook die kant op. Kijk. Wij nemen de korte route. Het is erg mooi weer vandaag. Beetje warm, dus rustig. Nou, het is nog een flinke klauterpartij zo'n muur. Ga je wel even van hijgen. Maar goed, heb je wel een mooi uitzicht. Leuk dorpje hoor. Wijn, wijn, wijn. Nou, wij hebben gisteren even wijn geproefd bij twee wijnverkooppunten, bij wijngaarden. En we hebben het niet gekocht. We vonden het gewoon niet zo lekker.
De witte was nog wel redelijk oké. Maar de rode was heel droog en wrang. Bij allebei. En echt niet goedkoop. We hebben in Duitsland ook bij een wijngaard gestaan. En daar wijn gekocht. Nou, dat was echt leuk te betalen. Alles onder controle? Ja. We staan gewoon stil voor de stoplicht. Dus dat gaat heel goed. Oké. Ga je naartoe? Waar ga ik naartoe? Naar het Rode en het Blauwe Meer. Maar ook naar Bosnië-Herzegovina. Een stukje de Bosnië-Herzegovina. En dan weer verder in Kroatië. Dat is het plan. Het stoplicht is groen. Ga ik even rijden. En ik denk dat ik daar de grens zie. Dat moet haast wel. Carina. Nou, we zijn in Bosnië-Herzegovina. Niet heel anders natuurlijk. Gewoon helemaal niet. Hier hebben we een pomp. Staat daar Class D plus. Ja, wat is diesel bovenste? Niet lezen. Wat is... Ze hebben hier ook AdBlue. Ja. Misschien moet die er wel weer eens in. Dat is al een mooie tijd terug hoor. We zijn aan de wandel. Echt een wat langere wandeling. Dat hebben we eigenlijk al lang niet gedaan. En dus om het Blauwe Meer heen bij Imotski. Ze lopen op de GPS, maar nou, dat ging ook niet helemaal goed. Nu zitten we op het pad. Nou ja, waarschijnlijk hebben we iets te veel gelopen. Ook niet erg. En we hebben nog geen 3 kilometer gelopen, maar... Volgens de stappenteller waren dat wel 44 verdiepingen. Nou, dat is best veel. In het zonnetje. Voor het los. Voor het los. Goed zo. Goed zo. Ja, welke dennenappel was het nou? Ja, hele klimmerij. Zo. Nee, nog geen 3 kilometer en 44 verdiepingen. Het was wel stijl. Ja. Nou, er staat Blauw Meer. Daar hebben we dus een rondje mee gelopen. We zijn omhoog gelopen naar het fort. Achter dat fort langs. Naar die huizen daar in de verte. Boven langs die rand. Omhoog, 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 omhoog. En toen hier achter deze bult. Steil naar beneden. Nou. En we zijn hier, we winden eraf. Het waait. Ja. Hadden we bij het wandelen weinig last van trouwens. Kom, we gaan naar de camper. We gaan de grotten zoeken. En nu zijn we onderweg naar de Vranjaka-grotten in de buurt van Split, bij het dorpje Kotelenic, zoiets. En daar zijn grotten in privébeheer. Daar kun je op afspraak een rondleiding krijgen als je mazzel hebt met een gids, iemand van de familie. Goeie tip van Manon. Dankjewel. Hartstikke lief.
Dus we gaan eens kijken of wij dat ook kunnen regelen. En Manon die is hier 4 jaar geleden geweest en die heeft ons een paar leuke tips gegeven. Dus dat is altijd fijn. En voor de camperaars onder ons. Je kan hier met de camper naartoe. Je moet een beetje je best doen. En dan mag je ook nog blijven slapen op het parkeerterrein. Nou, helemaal leuk toch? Dacht ik wel. En dus eind van de middag gaan, want 's morgens zijn er vaak schoolklassen. Oh ja, dat is inderdaad een goeie. Kom aan het eind van de dag. Ik zei al, de grot is familiebezit. Hij is ruim 100 jaar geleden door een jochie van 15, de overgrootvader van de meneer die we vandaag spraken, gevonden. En daar loop je dus nu als toerist gewoon lekker in rond. Hartstikke leuk. We zijn in een grot. Ja. En gelukkig is er ook een uitgang. Wauw. Dat is mooi, hè? Wat een plaatje. Nog een klein stukje omhoog. Ja. Ja, ja. Het was een wonderlijk mooie beleving. Goed zo. Met z'n tweeën in de grot. Hoe bijzonder. Ja. Bijna weer buiten. Dat is ook wel jammer hoor, het was wel mooi. Oh, we gaan nog een rondje hoor ik. Nou, ik denk dat ik een ander rondje zoek. We hebben gisteren de Frejanka-grot bezocht. Nou, helemaal leuk. En we hebben wel mazzel gehad hoor, want vanmorgen voor 9 uur kwam er al een bus met schoolkinderen aan. En naast ons zijn gisteravond laat nog 2 Polen komen staan met hun auto. Die sliepen in de laadruimte van de auto. En die zijn er vanmorgen ook heen gegaan. Ja, en wij waren er gisteren gewoon met z'n tweeën. Nou, zonder gids. We hebben een paar ezels als buren. Ik vind het zo'n grappig geluid, die ezels. Ik zal even laten zien waar wij geslapen hebben. Dit is een parkeerterreintje. En daar staan wij. We hebben geslapen. Nou, helemaal goed. En hier het pad af, rechtdoor. Dan kom je bij de Frejanka-grot. Frejatja. De namen blijven natuurlijk gewoon lastig voor ons. We hebben net geluncht. En gaan verder met de 80 kilometer die we vandaag willen rijden. En dat is natuurlijk helemaal geen grote afstand, maar dat willen we ook niet. En we zijn tegen 11 uur vertrokken. Maar ja, kom je in een supermarkt tegen en dan toch maar weer even boodschappen doen. En onderweg even lunchen. Nou ja, dan ben je toch een paar uurtjes zoet. En zoals het er nu eruit uitziet, gaan we even over 2 aankomen. Bij het Nationaal Park Krukka. Bij de watervallen en de meren. Kijk wat we daar gaan doen. Waarschijnlijk wel weer wandelen. Je kunt er ook leuk bootje varen. Dus we gaan het zien. Eerst maar eens even rondneuzen en dan morgen iets ondernemen. En misschien vanmiddag al een stukje wandelen. Ja, soms heb je wat oponthoud. Het is nogal bochtig, dus ik kan niet zo heel ver kijken. Dit vind ik niet leuk wat jij doet. Nou, terug dan maar. Maar goed, we zijn hier morgen ook nog. Dus we gaan nog wel meer mooie wandelingetjes maken en mooie plekjes vinden. We zijn er bijna. We zien het meer. En we horen de waterval. Maar die horen we al een hele tijd.
En we zijn 300 meter gezakt. Hier wat uitleg over molens. Nou, dat hoef je de Nederlander natuurlijk niet uit te leggen. Maar deze zijn dan aangedreven door waterkracht. Kijk. Als je dit wil, dan moet je de video maar even stopzetten. Dan kan je het even rustig lezen. Allemaal vissen hier in het water. En best veel. Zijn we in beeld? We zijn ook in beeld. Ja, dit moet, hè, als toerist. Als toerist moet dit, even een plaatje van jezelf. We zijn op weg naar Sibenik, daar is een wasstraat. We gaan daar zijn camper wassen. Dat moet. Dat moet. En dan kunnen we ook ons vuile water even lozen. Want onze vuilwatertank die begint een beetje te stinken. Ja. Moeten we wat aan doen? Dan moeten we zeker wat aan doen, want iedere keer als we hem geleegd hebben en we gaan rijden, dan is het niet fijn. En dan komt dat wat erin zit, nog een beetje beweging, dat is niet lekker. Nee. Moeten we even googelen wat we daar het best aan kunnen doen. Precies. Tips zijn welkom. Nou, het is niet eens als hij leeg is, want we hebben hem nog niet geleegd. Oh, okay. Op het moment dat je weer gaat rijden, dan klotst dat heen en weer. En dan zijn de sifonnetjes misschien wel opgedroogd. En stinkt het dus. Naar rotte eieren. Ja. Is niet lekker. Is niet fijn. En Sibenik dus? Ja, Sibenik, dat is niet zo heel ver hoor. Nu nog 5 minuten. 5 kilometer. We staan hier op een heel mooi plekje. Wildkampeerplekje gevonden op Park for Night. Kijken of het lukt om hier vannacht te mogen blijven staan. En we niet weggestuurd worden. Het is nog voor seizoen, dus het zal wel moeten lukken. Naast de camper is een groep mannen bezig een paviljoen om een tent te bouwen. En verder is die stil. Dus we gaan het zien. Dat was het weer voor deze week. Tot volgende week.